Voordat de video begint heb ik even een kleine onderbreking, want de website waar ik al mijn Rocket League items en credits verkoop, heeft de video van vandaag gesponsord. Nou heb ik dus een kortingcode voor jullie, namelijk DEALYT met 6% af van alles wat je op de website kan vinden. De link staat in de beschrijving man, check hem zeker. Yo kijkers, welkom terug bij deze nieuwe Rocket League video. Vandaag doe ik een lekker ranked 2 vs 2, maar dan lekker solo queue. We spelen samen met Jack Mano en we zitten tegen Buwat en een TT4. Jongens, welkom allemaal bij deze video. Laten we kijken of wij gewoon zoveel mogelijk kunnen winnen vandaag. Daar gaan we natuurlijk voor. Jij kan die hebben. Hij biedt mij. Team kan hem hebben, is dat in zijn achteruit. Oké, dat is wel top. Ik weet niet goed waarom die in zijn achteruit ging. Ik ben wel echt zwaar gebied trouwens, maar... ik kan ook niet goed zien. Zal wel mijn fout zijn geweest, aangezien ik gebied werd. Ik heb hem. Hij heeft gouden DC's trouwens. Ik weet niet hoe hij die krijgt. Gekke wieltjes wel. Ik beat hem. Ik ga voor iets moois. Nee, ga ik niet. Niemand gaat. Dan flik ik. Misschien kan mijn team met die voor krijgen. Ik ben er nog bij. Nee, hij doet lekker safe. Prima. Teammate, kan die hebben denk ik. Ja, ik ben midden nog. Hij zou kunnen passen. Ik kan ook gewoon solo play. Dat is een goal denk ik. Zo. Hij had bijna een hele carrière direct wel. Teammate zegt sorry, nergens voor nodig. Iedereen maakt natuurlijk wel eens foutjes in dit spel. Mag hij aanraken, doet hij goed. Deze kan die scoren denk ik. Let's go. Goed in het hoekje geplaatst, mooie goal. Ja, ik kon hem hier net beat, hij wacht een beetje lang. Bij die tweede bal. Goed in de hoek van mijn teammate, dus... Oké, ik ga hem volgen, kijken wat zijn kick-off brengt. Ik kan gewoon voor boost gaan volgens mij. Ik kon... my bad, ja. Ik kon inderdaad voor boost gaan, maar... dan moet ik natuurlijk ook de bal nog geven en hij schoot... heel zacht en ik had hem heel hard verwacht. En ik kwam heel hard aanrijden, dus ik kon niet op tijd op de rem, helaas. We vinden de kick-off team, ik kan beat hem ook, dat is lekker. Ik ben nog midden, maar hij gaat zelf. Goed schot van hem. Mijn bal. Ik bedoel, zijn bal. Ik kan mijn team. Dit doet hij heel fijn eigenlijk. Maar waarom bumpte ik hem niet? Ik ben nog in de lucht. Oeh, ik moet hier weg. Oké, weten. Teammate gaat door. Eens kijken, wat ga je eruit halen? Mijn game is echt zwaar. Midden voor hem. Goed schot. En die zit ook in. Lekker. Mooi goal. Zo, mijn game is echt even heel zwaar. Maar ja, we hebben alsnog een goaltje. 2-2. Ik ga hem hebben. Die neem ik niet mee. Zo, maak wel even zijn backboost aangezien de bal toch helemaal bij hem is. Ik denk dat ik dat wel kan. Helaas kan ik geen bump pakken. Kon wel, alleen ik faalde erin. Ik ga even van middenboost. Hij schiet denk ik in één keer. Dat deed hij precies, ja. Ik ga gewoon heel snel proberen zo snel mogelijk druk op hem te zetten. Dat werkt, precies dat. Druk op hem zetten, dan gaat het wel fout af en toe. Beetje geluk natuurlijk, maar ja, als hij niet gaat, komt er soms zoiets uit. Zulke own goals maak ik ook erg vaak. Oké, ik volg hem, hè. Dat is ook een goaltje, hij gaat gewoon niet voor de kick-off. Nou ja, perfect toch? Er staan twee goaltjes voor. Dus kijken wat. Hij ging veel te laat, ik weet niet zo goed wat hij deed. Ik heb in ieder geval deze bal. Oké, tegen wat ze aan het doen zijn. Die is even geupplayed. Ik weet niet of ik hem een soort van fakte, maar of hij dacht ik graag kom niet zo snel. Ja, ik weet het nog een beetje. Nou, in ieder geval 5-2. We staan vrij dik voor. We hebben geen hele moeilijke eerste game ook. Laat je hem vanaf hier los. Dat doet hij niet. Die hitten we nog.
Oh, de nog flipper set heel nodig eigenlijk, maar ja. Maakt niet uit. Hij paas, maar hij... Hij gaat onder mij door, dat is my bad. Heel slecht verdedigd voor mij, ik hoef namelijk helemaal niet up te gaan. Maar dat deed ik wel. Anders had ik hem gewoon best wel gratis gehad in ieder geval. Winnen de kick-off. Team is wat gebied, maar ik kan denk ik snel paasen. Nee, wat gebied wel. Ik ga lekker terug. En, mijn team heeft tijd om te gaan. Perfect, hij kan nog een keer denk ik. Kijk, deze kan ik hebben. Oh, moet ik wel wat sneller gaan. Dit plekje had ik eigenlijk helemaal mijn arrow niet hoeven te gebruiken. Maar ja, het ziet er dan natuurlijk gewoon af en toe wel mooi uit. Is alleen helemaal niet nodig. Want anders had ik een zwaar gebied. En nu was dat niet zo. En komt er uiteindelijk een goal uit. Vage goal wel hoor. Jongen, jongen. Nou ja, we staan nog een goaltje voor. Komt helemaal goed. Ik ga hier lekker voor. Ik ben vrij traag. Die gaat in één keer op goal. Oeh, dat is niet heel fijn gekleurd. Hij ging op de paal. Oh, wel heel lucky dat hij niet naar de muur ging, dat hij van de paal terugbounced. Heeft hij wel een beetje pech mee. Maar ik denk dat we hem wel makkelijk kunnen winnen. In principe konden we namelijk net ook heel dik voorkomen. Hij gaat niet up. Ik durf niet te gaan hiervoor. Ik mis hem, zo. Oké, gelukkig was hij daar. Hij gaat up. Kan die hebben, denk ik. Ik word zwaar gebied. Het is misschien wel een tegenkool dan mij. Teammate. Ik zie hem niet. Oh, hij is daar wel. Oh, dus ja. Die heeft hij nog. Zo, ja, ik wist even niet waar die was. Dus ik ging gewoon blind voor de bal, wou ik zeggen. Wat gebeurde er? Team, het wachten wel vrij lang hier. En we staan zelfs achter. Yo, deze mogen we echt niet verliezen. Dit is echt een best wel easy game eigenlijk. We zijn een stuk beter. Maar ja, als wij een stuk beter zijn, maar zij doen meer hun best voor de win. Dan verlies je hem alsnog. Ik had eigenlijk verwacht dat we ook al lang hadden gewonnen. Toen we zo 5-2 voor staan. Rejump dit. Ik mis hem wel. Hij gaat gewoon mooi om mij heen. Als mijn teammate hier faalt, dan is het een tegendoel. Maar dat is hij niet. Ik schiet hem gewoon. Oh, ik kan hem net helaas. Die heeft hij. Let's go. Ik wou van een muur. Nee, ik wou mijn tegenstander hier van een muur afbumpen. Hij dodgde mij wel mooi, maar alsnog kon hij hem niet hebben. Want hij moest mij dodgen. Ik volg hem. Ja, deze gaan we gewoon winnen. We gaan hem in deze 10 seconden gewoon pakken. Misschien hebben we wel verloren nu. Oké, gelukkig die dropt. Deze 15 moet gewoon even goed zijn. En dat is hij ook zeker. Teammate, tikje eraan. Paas hem zo naar deze hoek. Ik pak deze boost. Kijk, en dit wordt de goal al. Oh mijn god, ik ben slecht. Hij wordt zwaar gefaked, zie ik al wel. Een oké schot, net niet goed genoeg in ieder geval. Dit is ook een heel slecht schot, nog slechter is zelfs. Nu moet hij even snel zijn. Dat doet hij heel mooi. Ik ben midden. Hij wacht heel lang. Ik pak deze boost. Hij heeft de bal. Oké, goed dat ik die niet aanraakte. Oké, ik wil even doorgaan hier. Kunnen we alsnog teruggaan. Goede demo. Goede flik langs 1 en nee, hij faalt. Kijk, hij maakt een verdedigingsfoutje. En laat dan safety hem niet. Die eerste had hem sowieso niet kunnen hebben. Maar die tweede, die
Of hij had geen boost. Ja, in ieder geval, hij had hem niet. Wij winnen onze eerste match. En jongens, ik zie je terug in onze tweede. Oké, wij is aangekomen in onze tweede game. Met de tegenstander van onze vorige game. Is nu onze teammate. En volgens mij kon het ook wel aardig spelen. Dus, ja, we spelen tegen twee mensen. Dat was, zijn ook primates. Wat is een lastige game. Ja, ik kon hier niet ver. Ja, ik kon wel een pre-jump gaan maken, maar als iemand de wegwaard had, had hij hem gehad. En als hij voor een bump player had, was ik weg. Maar uiteindelijk ploft hij hem gewoon knijterhard in de gewoon onderkant laat. Zag ik niet aankomen. Ik ik faal. Oké, ik heb hem nog. Die beat hij. Netjes. Team, ik kan nog een keer gaan, denk ik. Doet hij ook. Ik ben up hiervoor. Oeh. Kan ik hem bumpen? Niet echt. Ik wil wel deze boost hebben eigenlijk. Oké. Okay. Kunnen zij ook niet heel veel mee. Ik blok de soort van waar hij kon schieten, maar hij schoot er eigenlijk niet. Laat me tien, ik ben links. Doet hij goed. Dan maak ik eerst die boost en dan zag hij aankomen. Oké, okay, hele goede demo van hem. Oké, wat gaan we hier doen? Passback naar mij. Goeie hit van hem, hoor. Dit is niet best. Ik zag het namelijk veel te opvallen natuurlijk. En daar is hij, zo. Het is niet heel best van mijn teammate. Ik weet niet eens goed wat hij hier deed, maar hij was heel traag. Hij ging veel te dicht bij de persoon rijden hier al. En wat hij gewoon heel makkelijk geflikt. Dat was gewoon niet best. Deze heb ik. Kan zijn boost niet naken. Hij is ook helaas gebumpt ook nog. Ik wil hier gewoon vergaan. Ik dacht misschien hebben ze dat niet door, maar ja. Ik laat hier mijn team met achterin omzetten, dan moet ik precies. Hij heeft een hele goede save. Dat is mijn bouw. Oké, we hebben hem nog. Ik word weer zo'n kut demo. Bevelende tegenstanders, maar moet gewoon. Een win kunnen worden voor ons. Ik ga eerst verwoest. Hij gaat nog. Ik heb best wel een vervelende bum. Kijk, hier kunnen we mee doen wat we willen. Een heerlijke musty flick in de goal. Hey, deze was lekker. Dit is zeker een mooi goaltje. Een mooi tikje. Musty over hem heen. Een 7-wall voor de anderen. Ik volg hem hier rustig. Faken van mijn teammate. En dat werkt. Nice shot. Dit is lekker. Hier kan ik weer voor gaan. En zo staan we rustig bij 2-2. Heerlijk dus. Hoe dat we bij. Nee toch? Oké, hij heeft hem nog gelukkig, maar ik wou net zeggen, dit heeft hij toch niet ge. Zo. Dat is weer een goaltje, heerlijk. 3-2 voor. Thanks. Zo, ik kon hem hier net beaten voor de bump. En gewoon een goede flik, hij gaat best wel vroeg. Konden we aan zien komen. Oké, belangrijke kick-off, dat we niet direct in teer kregen. De bal van mijn teammate neem ik aan. Ja, dat doet hij heel mooi. Ik kan naar mij toe. Er is best veel boost bij het proberen weg te werken van die bal. Hele goede save nog. Dat is best een moeilijke hoek namelijk. Die is wat lastig, oké, die hebben we ook nog. Let's go. Ik moet eigenlijk die boost, ik mis mijn boost. Hij heeft de boost, oké, nu wordt het. Nou ja, dit is wel zo'n lucky. Ik dacht van misschien moet hij wel die boost hebben. En uiteindelijk niet. En uiteindelijk mis ik de boost. Pakte hij hem, kreeg ik nog een bump. Ja, is mijn fout. Dat was mijn fout. Ik had gewoon die boost moeten pakken. Had ik heel rustig die bal ook gesaved. Aangezien die heel knullig de goal in rolt. Close bijna, pinch. Midden misschien. Moet ik heel snel terug. Zag ik aankomen.
van jouw teammate. Iets te ver bij hem, of iets te ver. Het was beter als hij een aanloopje kon nemen voor de bal namelijk. Deze is voor hem, naar mij. Oké, hij neemt hem aan. Hij is gebumpt, ik kan hier niet op de, ja, kan hier nooit op tijd terug zijn. Oké. Onze team speelt niet heel best, moet ik zeggen. Hij neemt heel veel tijd en dan, ja. Doet hij niet heel goed eigenlijk. Kan beter. Die hebben wij nog. Schiet gewoon. Teammate is up als hij nose beat. Dus na 50, maar niet dat we er iets aan hebben of zo. Hij gaat sowieso schieten. Het ging nog bijna voor een bumplay, leek het al. Niet hem hier. Ja, kan hier niks mee. Snow. Ik reed tegen hem aan met aardig wat speed, dacht ik, maar ik ben gebumpt. Kijk, oké, als hij die nose. Hij is er niet, hè? Oh mijn god. Oké, team, nou moet je echt even wat gaan doen. Deed hij nou bijna een ceiling pinch? Best wel in zee. Nou, we moeten nu wel echt wat gaan doen. Die heb jij naar mij. Te obvious gewoon. Die play. Oké, snel gaan. Hé, hey, ik heb opeens geen boost, joh. Wauw, ik had geen boost. Nou, ik dacht echt, ik dacht gewoon makkelijk 100 boost naar die bal in te racen. Maar dat was niet. Jongens, ik zie jullie terug in onze derde game. Oké, aankomen in onze derde game. Laten we hopen op een iets betere teammate. Dat denk ik wel. Want dit is ook de persoon van de eerste game. Zelfde als die hiervoor. Alleen nu is het de andere teammate. Die heb ik helaas gemist. En deze fan was net, of die vorige game van de tegenstanders, of de eerste game moet ik dan zeggen, zwaar aan het carryen en het is een ontzettend zieke save van mijn team. Daar begint het al mee. Hier heeft hij denk ik. Hij wordt gebumpt. Laat hem. Goeie beat, hij kan doorgaan. Hij bumpt ze allebei. Oké, 1-0. Dit is goed gedaan van mijn teammate, ja. Ik hoef eigenlijk niet veel te doen hier. Deze kan ik hebben. Prima kick-offje, denk ik. Nou ja, valt eigenlijk wel mee. Hij kan hem wel beter naar mij. Hij tikt hem niet naar mij, dat is jammer. Oké, wat gaat hij doen? Nou, wat hier gebied. Dat kon ik aardig vroeg aanzien komen. Baaltje hier voor mijn teammate. Oh, trouwens, dat is meer naar hem dan naar mijn teammate. Oké, laten we deze nou eens even naar voren pinchen. Is hij daar? Daar is hij wel, maar net iets te laat. Hij gaat up, ik ga ook up. Heb ik. Zo, hij was nog best wel snel eigenlijk. Dat deed ik eigenlijk nog best slecht. Want ik nam veel te veel tijd. Ik dacht, nou heb ik hem bij de dubbeltouch wel. Maar hij vloog er niet langzaam in ofzo. My bad. Oké, als we deze nou eens blokken van hem in de paas. Lukt niet. We gaan snel terug, want we moeten achter hem komen. En wij de tweede bal als we moeten. Kijk, we kunnen hier over de boost gaan. Bump. Zo, ik verwacht ook een bump van hem. Maar ik werd opeens bijna gebumpt. Toen ik dacht nog maar net op tijd dodgen. Oké, hier moet ik niet voor jumpen. Die heeft mijn teammate wel. Oké, die heeft hij alsnog niks in de hand. Goeie flik van hem. Paasje helaas op mijn tegenstander. Oké, ik kan voor de middenboost gaan. Misschien ook wel backboost. Ik denk dat. Zo, nee. Dat wordt hem nog eigenlijk aardig moeilijk. Hier kan ik over de boost gaan. Trouwens, die had hij nodig, my bad. Ik paas hem ook nog. Dit is, als dit een tegenkost is het echt mijn fout. Is het niet. Hebben we aardig veel geluk mee. Heb ik veel geluk mee. Bump op hem. Kan niet gaan volgens mij. Gewoon gaan.
gegaan. Ik ben echt weer. Leuk Nax een boost van hem. We hebben de save. Ik moet eigenlijk die boost wegpakken. We kunnen een middenboost pakken. Oh, en we missen hem. Maar maakt niet uit. Ik heb direct boost. Ik ben in ieder geval snel achter mijn teammate. Ik weet niet of die voor is. Ik hoop het. Misschien een own goal. Nee, niet. Oké, ik ga weer lekker terug. Oké. Ik fake challenge. Mijn team heeft de bal. Hij gaat up voor een double tap, denk ik. Oké, hij schiet gewoon binnen. Lekker. Hij gaat gewoon een lekker simpel goaltje. Tegenstander heeft hem niet. Nice. Even kijken. Waarom had hij hem niet? Was het achter hem? Ik weet niet. Why is this way of playing a full bum ball chase? Why is this way of playing full bum ball chase? With your 200,000 of Musty. So, geen idee tegen wie dit heeft. Als hij tegen mij hebt. Ik heb echt geen idee. Die hebben wij. We blokken hem hier. Hem hier. We bieten hem. Hij mag mooi gaan. Oh nee, niet ik. Niet ik in ieder geval. Ik denk dat hij bedoelt de tegenstanders alleen maar bump plays doen. En hij scoort. Oké, 3-0. Let's go. Ja, de tegenstanders willen heel veel bumps gaan, maar ze zijn nog te laat. Deed Lil Bub last game. Oh, hij heeft het. Wacht. They both off chase. This game. Goed. We hebben het natuurlijk over de vorige game van hun. Zaten ze tegen elkaar. En zijn baltje is allebei zwaar. Dat is wat hij probeert te zeggen. Oh, bijna een ontzettend zieke goal van mij. We kunnen hier makkelijk op tijd terug zijn. Vooral als hij het zo hard verneukt. Kan hij hem meenemen? Dat doet hij prima. Kan aan de boost en even een bal. Naar mij misschien? Dat is zeker naar mij. Kleine read. Hij is daar. Ik weet niet zo goed waarom eigenlijk. Hij pakt die boost. Ik pak andere back boost. Want die kunnen voor een leuke play gaan. Naar de andere kant namelijk. Hij ziet mij niet. Stel je voor, briefje. Gaat leuk geweest. We bumpen hem. Gaan we weer voor een mustie. Er wordt een soort van gefaked door mij aangezien ik heel laat ging. Maar ja, ik faalde mijn mustie. Ik had net niet het aantal boosts wat ik had gewild namelijk. Ah, ik drop helaas de bal. Dat was niet mijn bedoeling. In ieder geval GG, dit was van well played. Ja, dit was gewoon een goede game. De eerste game was ook goed. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze rocking video. Doe zeker een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik jullie morgen om 3 uur weer bij een nieuwe video. Later.